Kunstpunt Almelo hebben we het genoemd. De naam dekt de lading, zou ik zeggen. En het is de bedoeling dat dit een podium wordt voor Almeloze kunstenaars. We hebben een stichting opgericht met 4 mensen. En de bedoeling is dat we voor de belangen van de Almeloze kunstenaars opkomen. En dat we zoveel mogelijk mooi werk van Almeloze kunstenaars laten zien. We hebben een stichting opgezet, zoals ik al zei, en we zoeken donateurs. En we hebben inmiddels al 47 donateurs uit de kunstwereld. En daarnaast een aantal donateurs, kunstliefhebbers, zeg maar. En op die manier proberen we hier rond te komen. We hebben wat subsidies gekregen en het eerste jaar denk ik dat we hier goed kunnen draaien. Jullie draaien al eventjes. Hoe is het de loop op het ogenblik? De loop is heel erg goed. We hebben heel veel aanloop gehad. De eerste dag was het hartstikke druk. En de dagen daarop, zelfs door de week, hebben we heel veel mensen op bezoek gehad. Ook veel kunstenaars die hier regelmatig komen. De bedoeling is ook dat dit een soort van honk wordt voor de Almeloze kunstenaars. Heel veel kunstenaars, toen ze dit hoorden, kwamen ze met de cirkelzaag, de hamers en de boren kwamen ze al binnen om te helpen. Dus dat is, ja, dat is gewoon schitterend als je ziet hoe die mensen... Spontaan kwamen ze met hun boren en hun zagen aan. Gewoon maar even bellen. Oh, Martinez, Johan Martinez moet ik dan ook even vermelden. En Ashwin Huiskens ook even. Want dat waren echt die kerels. Ja, schitterend hoe ze dit gedaan hebben. Ik begrijp dus goed, je kan hier elke dag binnen? Nee, vanaf dinsdag. Van 2:30 tot 5:00 zijn we open. En de koopzondag zijn we ook open. Dus de kunstenaars die hier exposeren, die kunnen ook kleine werk binnenbrengen van ongeveer maximaal 100 euro. Het is een leuk bedrag als cadeautje, maar ook om het zelf cadeau te doen. Dus, en het loopt goed, moet ik zeggen. Ja. Zeg. Ja. En wanneer is de winkel open? De winkel die is open van dinsdag tot en met zaterdag van 2:30 tot 5:00. En de koopzondag doen wij ook mee. We hebben een beetje geput uit het verleden. Er was heel veel behoefte aan een soort van bak, belangengroep Almeloze kunstenaars. En dat hebben we middels die donateurs geprobeerd weer op te zetten. Ja. Hoeveel kunstenaars ongeveer doen er mee? Met deze expositie doen er nog 40 mee, maar er zijn er nu al een 47 die zich aangemeld hebben. En er zijn er nog een aantal die toegezegd hebben om ook uit zich aan te melden. Dus het blijft groeien en dat is de bedoeling ook.